Marianne Campagne, wat is dat eigenlijk, een taalcoach? Een taalcoach of taalvrijwilliger of taalsupporter is iemand die bezig is met taalvrijwillig. Om andere mensen die laaggeletterd zijn te helpen. En dat is vaak een uurtje of twee in de week. Het ligt eraan hoeveel mensen je helpt. En het kan in een groep of het kan individueel. En het heeft vaak te maken met mensen die vastzitten in de maatschappij. Hoezo vastzitten? Ik bedoel, ze kunnen wel een beetje lezen. Wat zijn de complicaties dan? Nou, mensen kunnen misschien wel een beetje lezen, een beetje schrijven, maar net niet voldoende om echt het goed te begrijpen. Dus brieven lezen, formulieren invullen, geldzaken. Toch elke keer aan een ander moeten vragen hoe iets werkt. Nou, ben je niet alleen taalcoach, maar vertel eens, wat doe je nog meer op dit gebied? Nou, ik heb het geluk dat ik hier ook mijn werk van heb kunnen maken. Dus ik ben ook nog taalpuntcoördinator en trainer en projectleider wat betreft laaggeletterdheid. En het is het mooiste werk wat er is en heel dankbaar werk. Hoe zit het met die laaggeletterdheid? Ik dacht dat iedereen zo langzamerhand wel naar school was geweest en kon lezen en schrijven. Ja, dat is helaas niet het geval. We merken dat er gewoon echt wel veel laaggeletterden zijn. Ongeveer 2,5 miljoen in Nederland. Laaggeletterdheid is niet alleen de moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook met spreken, luisteren, gesprekken voeren, rekenen. Soms zelfs digitale vaardigheden. Het gaat heel ver. Het betreft je hele leven en alles wat je daarin doet. En niet alleen maar één keer per dag een briefje schrijven, maar het gaat om 24 uur per dag dat je ermee wordt geconfronteerd. Ja. Maar hoe is het met die laaggeletterdheid? Het wordt toch langzamerhand wel teruggedrongen, of niet? Ja, we zijn er hard mee bezig, maar laaggeletterdheid stijgt. Dus een kwart van de mbo's gaat laaggeletterd van school af tegenwoordig. Als je een kind niet voorleest of je groeit op in een omgeving waar taal niet zo belangrijk is of waar niet zoveel aandacht aan wordt besteed, ja, dan raak je toch vrij snel achter. En dat merk je gewoon aan iedereen die daarmee te maken heeft. Er zijn hele wijken die laaggeletterd zijn. Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel consequenties voor wanneer je dus zeg maar daar, ja, dat ontstijgt, zal ik maar zeggen, hè? Dat je dus wel gaat lezen. Hoe zit dat met de acceptatie daar door de mensen? Nou, het is hetzelfde als dat je een groepsreis gaat maken naar China. Je moet als gids moet je dingen uitleggen en je hebt een groep volgelingen. En ineens gaat één volgeling een ander pad lopen. Ja, dat wordt niet geaccepteerd. En dat is eigenlijk ook met laaggeletterdheid. Als je daaruit wil ontworstelen, dan merk je dat mensen anders naar je gaan kijken. In plaats van dat je ruzie hebt, kun je een eigen mening hebben. Je voelt gewoon veel meer dat er nuance zit in heel veel zaken in plaats van alles zo zwart-wit. En als je op een gegeven moment andere woorden gaat gebruiken omdat je er meer kent, ja, je weet het misschien zelf ook wel, als je in sociale relaties zit, dan is het een soort van spiegelen van elkaars gedrag en dat wordt geaccepteerd. Als je daar een verandering in gaat teweegbrengen, ook in rollen, ja, dan kan de wereld op zijn kop raken. Ja. En kan je buitengesloten laten raken? Ja, je raakt gewoon snel buitengesloten. Dat is gewoon heel erg jammer. Wat ik toch ook wel interessant vind is dat een kwart van de mbo'ers laaggeletterd van school gaat. Hoe zit dat dan? Nou, wat ik al eerder zei over dat kinderen, als kinderen niet worden voorgelezen en als kinderen niet gestimuleerd worden in taal, krijgen ze eigenlijk al een achterstand voordat ze überhaupt echt naar school gaan en gaan leren. En dan gaan ze leren, maar daar hadden ze nooit in. Al die woorden die ze niet kennen. Dan ga je zo naar je mbo-opleiding. Daar ga je met de hakken op het zand, haal je net je Nederlands met een zesje. Of je mag het compenseren. Ik weet niet of dat... Je hebt precies een 5,6 of een 6,6, maakt niet uit. En als je dan klaar bent, ja, taal was toch niet je ding. Dus dan ga je het weer vermijden. Je gaat werk zoeken waarbij je met je handen gaat werken. En dan zakt de vaardigheid weg. Use it or lose it, hè? Zeggen ze vaak. Ja, het is inderdaad vaak, als je het niet gebruikt, dan verlies je het.